De voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Rishma Mangre, heeft een beroep gedaan om de onderwijsgevenden vanaf maandag niet op school te verschijnen. Dit naar aanleiding van het eerste bevestigde geval van COVID-19 in Suriname. Mangre roept ouders op om hun kinderen thuis te houden. Dit heeft allemaal te maken met de bescherming van leerlingen en leerkrachten. De BVL als voorzitter heeft voorgesteld om de paasvakantie eerder te laten beginnen. Zelfs vanuit de regering zijn er instructies gegeven om geen bijeenkomsten te organiseren van meer dan 100 personen. En u begrijpt dat op scholen we 100 kinderen hebben, meer dan 100 kinderen hebben. We hebben maximaal soms 600-700 kinderen op school, vooral op de basisscholen. Maar het feit dat je zegt, de regering geeft instructies voor bijeenkomsten. De school is ook zo'n schoolbijeenkomst, een activiteit waar je meer dan 100 mensen hebt. Dus we hebben toen met de leraren gebrainstormd en we hebben ook met het bestuur gekeken van hoe kunnen we op een serieuze manier naar deze zaak kijken. Want vooralsnog blijven instructies van het ministerie uit. En we kunnen niet blijven wachten en kijken dat we straks het kalf gaan, de put gaan dempen als het kalf al verdronken is. Dus we zien ook op de scholen dat er geen mondkapjes zijn, geen hand sanitizers. U begrijpt ook dat de scholen daar altijd te kampen hebben met een sanitair probleem, die deplorabele situaties waarin de toiletten daar zijn. Dus kortom, vanuit het ministerie zijn er geen veiligheidsmaatregelen tot nu toe getroffen. De oproep om de scholen vanaf maandag te sluiten geldt voor alle niveaus van het onderwijs, zegt Mangre. Hoewel de iets oudere kinderen goed op hun hygiëne kunnen letten, moeten er toch geen risico's genomen worden. Nee, kijk, je hebt die kennis wel, maar je moet die middelen ook hebben, toch? Hoeveel kinderen op die scholen gaan met een hand sanitizer? Hoeveel hebben een mondkap? Stel dat de juf van de school besmet is ermee. Dus het gaat niet om alleen in grote getallen. Als u naast me staat en ik ben ermee besmet, dan krijgt u het ook. Dan hoeven we niet met 100 daar te zijn dat u het krijgt. En als u het heeft, besmet uw familie ermee. En zo gaat het door. Het heeft een cascade effect. Dus nu heeft de regering gezegd, bij 100 mensen is het natuurlijk gevaarlijker, omdat je dichter bij elkaar bent. Je hebt een massa daar zo. Maar het kan even goed zijn als je 10 kinderen zitten met haringen in een pan in de klas. En ook voor VOJ en FPUS. Gaat u kijken in welke staat die spullen verkeren. Dus die vlieger gaat niet op. De voorzitter van de BVL als Rishma Mangre. Ze heeft opgeroepen om de scholen vanaf maandag te sluiten. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Verrier, heeft eerder juist het tegenovergestelde gezegd. Verrier heeft de schooldirecteuren meegedeeld dat de scholen normaal open zullen zijn.